Rap Talk. Self-sustainability starts here. Deze video wordt gesponsord door BLS Outdoor. Four seasons under one roof. Old guys rule. Goedemiddag, ik ben Berry van Stormgloren. En ik ben Robert van Rap Talk. En wij gaan samen een mooi product reviewen. Dat is deze jongen, Prep Crème, van Prep. Ja. En het komt van origine uit Chicago, wat mij is verteld. Oké. Het is een multipurpose skin protection for the whole family. Oftewel, je zou dit als zon moet gebruiken, elke dag erop te smeren. Maar hij heeft meer opties. Hij heeft geneeskrachtige werkingen. Oké. Okay. Daarvoor een paar plaatjes, om het verschil nu aan te duiden. En ja, we gaan het erover hebben, van is het een goed product om te hebben en stel je vragen. Wat, nou ja, ik ben dus zelf niet zo van de crèmpjes en als ik al iets in mijn bobtas heb zitten, dan is het alleen maar een handcrème en date. Dat is eigenlijk alles wat ik aan crèmpjes bij heb. Ja. En wat voor nut heeft Prep Crème voor mij? Waar kan ik het voor gebruiken? Stel je voor, je bent onderweg in je dagelijks leven, naar je werk, noem maar wat. En je haalt je ergens een keer open, bijvoorbeeld de autosleutels die vallen niet lekker in je broekzak en die haalt je dan open. Deze crème, die smeer je dan erop, smeert, wat ik al heb gemerkt, best fijn uit. En binnen een dag, binnen twee dagen, is het wondje geheel genezen wat je hebt. Dus het versnelt het genezingsproces? Ja. Okay. Ja. Oh, mooi. En dan, dat is natuurlijk, als je in de omgeving bent van een stad of een huis en ga je naar de bossen, dan zit het meer in de brandnetels als je daarin hebt. Of een doornstruik, is ook ineens de helft van deze crème heel makkelijk voor, okay. Tegen. Nou, dat is hartstikke mooi. En jij zei al, hij smeert vrij makkelijk uit. Ja. We merken nou, we zitten buiten, het begint een beetje te miezeren. Ja. Is dat op natte huid, droge huid? Het liefst op droge huid. Laten we eens kijken, we smeren een beetje op hout. Morsig, veel haar, dus dat is leuk. Lekker. Ja. Ik doe het zelf ook, maar ik heb een stukje minder. Kijk hoe dat gaat smeert. Ja, het is een beetje als, het smeert een beetje als zonnebrandcrème, hè? Zo voelt het een beetje. Ja, heb je er ook wel eens aan geroken? Weet je waar dat naar ruikt? Of dat? Ik vind het naar vaporrub. Ja, zo'n beetje een mintgeur. Ja. Zit erin. Dat is ook inderdaad. Ja. Ja. Dus ik denk dat het daar ook wel een doel voor heeft. Ja, als je hiervan houdt, je gaat er heerlijk van ruiken. Nou, volgens mij gaat het ook wel, werkt het goed voor je neus. Als ik dat heb ik nog niet getest, maar dat zou eens kunnen proberen. Ja, dat zou je inderdaad wel eens kunnen proberen. Ja. Ja. Maar goed, het is dus voor wondjes, hè? Ja. Dus het heeft een geneeskrachtige werking. Vind je hem lekker ook uitsmeren? Ja, hij smeert goed uit. Wat ik al zei, hè? Als zonnebrandcrème een beetje, hij is snel droog. Ja. En hij is weg eigenlijk, nu. Nou, dat is snel, in 10 seconden of ja? Ja, zoiets. Oké. Okay. Maar hè, dus een geneeskrachtige werking heeft hij. Ja. Hij heeft een werking tegen bijvoorbeeld brandnetels, wat jij net zei. Ja, en andere kleine lichamelijke ongemakken. Ga er maar niet vanuit dat het om diepe wondjes gaat. Dan zou ik wel snel zeggen, doe jodiumzalf erin. Ja, ja. Maar in dat hele oppervlakte wondjes of net onder de huid komen. En als je een keer met een gestoken bent door een doorn, ja, daar zal die goed voor werken. Oké. Okay. Daar ben ik wel van overtuigd. Heeft het ook enigszins een desinfecterende werking dat jij weet? Niet direct, maar gezien het woord zou ik het wel zeggen, skin protect. Ja, ik verwacht wel dat het je huid de genezing, natuurlijk genezingsproces zal versnellen. Geen zonnebrandfactor zit hierin, hè? Dus nee. Het is geen zonnebrandcrème. Nee. Hoewel het logo wel een beetje zou vermoeden, want het is een zon met zonnestralen zo. Ja. Maar dat is dus niet. Okay. Nee, je zou het op zich zou het er misschien wel in kunnen. Dat zou ik wel een goede suggestie vinden. Ja, ik weet niet of dat dan ook te samen te vatten is met de andere producten natuurlijk. Nee, maar het is wel slimmer. Ja. Ja. Maar goed, jij zegt dus multipurpose. Dus ik ben een bezitter van een bobtas of een EDC. Ja. En waarom moet ik deze crème nou in mijn tas hebben? Het is een klein formaat, omdat die veel verschillende soorten zalfjes met verschillende doeleinden, multipurpose, wordt nu vervangen met één product. En doordat die, nou, als één klein tubetje past die in je EDC, die
nou, altijd wel heel klein zijn. En je BOP, als je erop uitgaat in de natuur, is het ja, een snel middeltje om te grijpen op je huid te smeren. Hij is dus ook, zoals we zagen, snel uitgedroogd. Het is goed, te regenen nou, het he? Gaat echt wel. Oh, dit is niet best. We gaan gewoon door, we zijn bikkels. Nou, daar helpt deze crème ook niet tegen. Nee, nee. Maar goed, ja. Maar hij vervangt dus een aantal producten in één. Ja, daar gebruik je. Hij is snel in je broekzak, snel in je tas dat je hem kan grijpen. Ja. En voor ja, heel veel doeleinden geschikt. Of een klein, in een klein pakketje. Heb je ook nadelen? Ja. Het, en het punt, de bovenkanten hier, die hoeken, die zijn scherp. Yeah. Die zijn echt scherp. Voel maar eens, als je het zo tikken. Ja, dat is scherp. De tandpasta, zeg maar. Ja. Dat wil je eigenlijk niet in je broekzak hebben. Nee, nee, daar kun je wel eens aan openhalen als je een beetje lomp bezig wordt of valt. Ja. Helpt die kraan dan ook weer tegen. Ja, precies. En de geur. Het is niet helemaal geurloos. Ik denk dat het dat kan ook wel eens. Een beetje dat mintgeurtje. Ja, hij is echt sterk. En al met al, ja, het is een klein tubetje. Ik zal niet zeggen van hij is echt voor preventief elke dag gebruikt. Hij komt in twee grote maten en nog 150 ml en 250 ml. Ja. Maar daar zou ik eerder andere zalfs gebruiken. Dit is echt wat je meeneemt en wat je direct op de huid moet gebruiken, moet smeren. En dan werkt hij goed, doet hij zijn werk goed. Dus, conclusie? Is goed. Kun je meenemen in je broekzak, in je EDC, in je BOB. Maar wel voor vrij specifiek gebruik als het gaat om wondjes of als je andere kleine lichamelijke dingetjes op je huid hebt. Ja. Oké. Okay. Nou, helemaal duidelijk. Ik denk dat wij er maar een einde aan gaan breien, want we worden een beetje nat. Shit man. Een goede tijd gekozen voor de review buiten. Hè? Ja, 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 ja. Hartelijk dank. Ja, jij ook hartstikke bedankt. En bedankt voor de uitleg. Ik denk dat ik een tubetje ga bestellen, want waar heb je deze vandaan? Bij de prepshop. Oh, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Ja, dat wij hebben geen te vermelden. Ja. Ja. Die hebben dat naar jou toegestuurd, geloof ik. Ja, die hebben naar toegestuurd. Waarvoor? Daar. Super. Nou, we hopen dat je er wat aan hebt. En, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En vergeet vooral niet om ook even de likes en andere linkjes in de beschrijving te drukken. Heel belangrijk, inderdaad. Tot later. Hoi, hoi.